Hey, de tentamenperiode komt eraan. Heb je stress ervan? Nog niet eigenlijk. Nee. Ik doe het meestal een beetje aan het einde. Ja, maar wel pas echt als het veel te laat is. Ja. Nee, ik laat gewoon lekker op me afkomen en ik zie hoe het gaat. Ja, heel eerlijk gezegd eigenlijk wel. Wat gebeurt er met jou als je stress hebt? Ja, dan ga ik niet meer nadenken. Dan ga ik alleen maar in paniek denken. Voor mij uitzicht dat in dat ik gewoon periodes wat minder goed slaap, zeg maar. Dus ik slaap wat slechter en wat minder. En voor mij, ja, ik blokkeer dan een beetje. Dus ik weet dat ik heel veel moet doen. Maar het lukt mij dan niet om dat om te zetten in motivatie en in daadkracht, zeg maar, dat ik echt iets ga doen. Maar dat blokkeert dan bij mij. Je gaat uitstellen? Ja, uitstellen, ja. Slechter slapen, de weken ervoor, dus wat minder. Dus dan merk je toch gewoon, lig je een beetje wakker of zo, dat gevoel. Mijn moeder die merkt wel dat ik gestrest ben. Dan is alles echt te veel. Dan moet ik alles met bubbeltjes plastic inpakken. En dan, alles met bubbeltjes plastic inpakken? Ja, iedereen moet uit de weg. Dan ben ik echt alleen maar daarmee bezig. En wat doe jij nou in zo'n periode? Heb je dan bepaalde rituelen of dingen die je altijd op die manier doet? Ja, ik ga in de universiteitsbibliotheek zitten. Daar mag je ook als handstudent ook in zitten. En daar is het heel rustig. Ik kan me heel goed concentreren. Ik begin meestal net te laat, maar dan ga ik wel echt goed leren. Dus die stress, dat zet zich ook wel in motivatie. Sowieso de avond van tevoren ga ik mijn hele tas inpakken. Dus als ik te laat opsta, kan ik mijn tas pakken. En dan weet ik gewoon, ik heb alles. Ja, wat ik voor mezelf altijd doe, is ik vat de week ervoor eigenlijk, leer ik niks meer nieuws. Ik vat gewoon alles samen. Ik zorg van tevoren eigenlijk altijd al voor dat ik gewoon altijd naar de les ga. Dan heb ik echt veel minder stress. Dus ik ben altijd bij de lessen. Maar daarbuiten zorg ik ervoor dat ik echt wel naar buiten ga tussendoor. Even echt wat anders doen. Niet meer over school, er tussendoor. En ik merk wel dat mijn concentratie heel snel weg is. Dus ik doe voor mezelf ook echt wel inplannen dat ik echt kort bezig ben met school, want anders is het niet meer productief. En dan probeer ik het een beetje in perspectief te zien van oké, maar ik wil uiteindelijk daar en daarheen. Dan is dit gewoon nodig om te halen. En ook wel een beetje voor mezelf te bedenken hoe belangrijk deze toets is. Van dat ik er gewoon alles moet geven wat ik heb. En dat ik er toch niks meer aan kan veranderen.